Het calamiteitenfonds mag voor iedereen uit de reisbranche bekend zijn. Toch bestaan er nog wel eens misverstanden. En een aantal van deze misverstanden die nemen we weg in dit gesprek met mijn gast, de directeur van het Calamiteitenfonds Reizen, Erik-Jan Reuver. Erik-Jan, van harte welkom. Dankjewel. Wat doet het Calamiteitenfonds Reizen wel en wat doet het vooral niet? Om daar maar eens mee te beginnen. Wij helpen mensen bij een calamiteit op de bestemming. En wat wij niet doen is nog niet aangevangen reizen gelden teruggeven aan consumenten of aan reisorganisaties. Dus alleen als er een calamiteit is en de reiziger is daar ter plekke en hij moet weg, dan komen jullie in beeld? Nou ja, hij moet weg, hij moet geholpen worden. Ja, precies. Dat hulp en bijstand. Ja, ja. En dat doet de touroperator en de kosten daarvan worden dan door het calamiteitenfonds gedragen. En wat is een calamiteit? Dat zijn in principe twee mogelijkheden. Of het is molest. Mensen zitten dan op een bestemming en er is sprake van een oorlogssituatie of een terroristische aanslag. Of het is een natuurramp. En dan moet je wel praten over orkanen of dat soort zaken. Dus en wie bepaalt dat? We hebben in onze stichting hebben wij een calamiteitencommissie. Eerst krijgen wij een verzoek voor een calamiteit vanuit een reisorganisatie die aangesloten is. En dan kijkt de commissie of voldaan is aan de criteria voor een calamiteit. Maar dat gebeurt later? Nou, dat gebeurt eigenlijk vrij snel nadat een verzoek daartoe komt. Wij doen dat eigenlijk gelijk. Als het nodig is, roepen we de commissie bij elkaar of we doen het per mail. Aha, dus op het moment dat er een calamiteit is, of tenminste iets wat erop lijkt, dan komen jullie bij elkaar en dan beslissen jullie, omdat er waarschijnlijk ook vaak meteen gelden gebruikt moeten worden, of niet? Nou, dat valt wel mee. Eerst verleent de aangesloten deelnemers zelf hulp en bijstand. Ja. En de kosten daarvan worden dan achteraf door het calamiteitenfonds vergoed. Oké. En kun je nog iets meer zeggen over hoe het nog meer werkt? Want je hebt die commissie. Kun je iets zeggen over de werking van het calamiteitenfonds? Ja, je moet een organisatie zijn die aangesloten bij ons is. Dus je moet reizen uitvoeren. Je moet in Nederland gevestigd zijn. Omdat wij, er zijn geen Europese reisadviezen. Dus het gaat echt om situaties waarbij ook het reisadvies van belang is. Wat door buitenlandse zaken wordt uitgegeven. Ja. En dan komt zo'n melding binnen. We hebben het vaak ook soms vaak wel zelf in de gaten. Maar dan komt er een melding binnen, ik heb mensen op een bestemming en is hier sprake van een calamiteit. En dan beoordelen we dat en dan stellen we de calamiteit vast. En dan worden reisorganisaties uitgenodigd om hulp en bijstand te verlenen aan hun klanten en de kosten bij ons in te dienen. En is daar nooit discussie over? Zeker wel. Ja. Er zijn wel eens organisaties. En voeren jullie die discussie dan? Of zeggen jullie, nou nee, wij bepalen of het de calamiteit is? Nee, de commissie bestaat uit mensen die in de reisbranche actief zijn. Dat zijn mensen van reisorganisaties, maar ook van de brancheorganisatie ANVR. Er zit ook iemand in namens de consumentenorganisaties. En die overleggen dan met elkaar. Maar het gebeurt wel eens dat een verzoek binnenkomt en dat we twijfelen. Dat we denken van, is het nou een calamiteit of niet? Mm. En dat dan de commissie uiteindelijk besluit of het wel of geen calamiteit is. Oké. Hoeveel procent van de branche doet mee aan dat calamiteitsfonds? Van de georganiseerde pakketreizenverkopers, zoals wij dat dan maar noemen in Nederland, is 95% bij ons aangesloten. Ja, bijna iedereen. Ja. En de funding doen wij, de reizigers, hè? Klopt. De reiziger betaalt aan het calamiteitenfonds via de reisorganisatie €2,50 per boeking. Per boeking. En daarvan laten we een deel bij de reisorganisatie als handlingkosten. En het deel wat overblijft gaat bij ons in de pot. En als grootste deel, neem ik aan. Dat gaat om €1,50. €1 blijft hangen? Ja, een euro. Voor handling? Ja. Oh, ja. Wat is die handling dan? Nou, de reisorganisatie moet het incasseren. Hè. Ja. Die moet ook met ons afwikkelen. En die heeft er natuurlijk werk aan. Omdat als er zich een calamiteit voordoet, moeten ook al die mensen geholpen worden en gehandeld worden. Dus het is eigenlijk een bijdrage in de kosten. En dat lijkt me lastig financieel managen. Want je weet nooit wat jij aan kosten hebt op een jaar. Nee, dus dat betekent dat de inkomstenstroom is vrij vast. Ja. Want de aantal boekingen in Nederland met onze garantie is vrij steady. Ja. En de schades die zijn afhankelijk van de situaties die zich voordoen. Heb je nog nooit meer schade moeten uitkeren dat je op je bankrekening had staan? Nee, dat niet. Dat wordt ook keurig bijgehouden en jaarlijks berekend door een actuaris. Die kijkt of wij ons risico's ook met de bestaande middelen goed kunnen afdekken. En op basis daarvan bepaal je ook weer de bijdrage. Ja, maar die bijdrage van €2,50 die is er al sinds het begin van het fonds in het jaar 2000. Ja. En tot nu toe is dat altijd toereikend gebleken. Oké. Ja. En
nou, laten we hopen wat dat betreft ook dat dat zo blijft, toch? Want anders dan betekent het dat er behoorlijk wat aan in de wereld is. Ja, als het schades gaan toenemen en de pot wordt leeg, dan zul je misschien meer moeten gaan vragen voor je garantie. Ja. Ja. Laten we eens kijken naar een paar concrete onderwerpen waar wellicht wat misverstanden misschien over bestaan, maar die jij gewoon keihard gaat wegwerken. Het eerste is de nog niet aangevangen reizen. Waar ligt welke verantwoordelijkheid? Waar ligt de verantwoordelijkheid bij de organisator? Hoe zit dat? Nou, de reisorganisator is volgens de wet op de reisovereenkomst altijd zelf verantwoordelijk. Ook voor hulp en bijstand. Dat houdt dus in of de reis wel of niet is aangevangen. In eerste instantie gaat de klant naar de reisorganisatie toe. En op het moment dat de reis is aangevangen, dan komen wij in beeld voor de kosten en voor het coördineren van de hulp en die bijstand. Als de reis nog niet is aangevangen, dan dient de consument eerst te overleggen met de reisorganisatie. En dan wordt gekeken of het mogelijk geannuleerd kan worden en voor wiens rekening dat dan komt. Alleen, daar hebben wij verder geen bemoeienis mee. Nooit. Dus dat is voor alle duidelijkheid. Want even concreet maken, ik heb een reis geboekt naar een vakantieland. Daar vindt een terroristische aanslag of tsunami, of weet ik veel, en die duurt weken. Ja. En ik kan er dus niet naartoe. Dus is een nog niet aangevangen reis, dan kan ik never nooit. Ja, dan kan degene waar ik geboekt heb, die kan geen aanspraak maken op calamiteitsfonds. Klopt, en dat is een groot misverstand. Omdat heel veel reisorganisaties toch wel vaak denken dat ze daarvoor ook de kosten bij ons neer kunnen leggen. Ja, want er is een calamiteit en daardoor kan die reiziger niet op pad. En dus. Precies. Aha. Ja. En jullie komen pas in beeld als ik ergens. Ik noem ik maar even als metafoor van de reiziger, hè, als ik er ben. Ja, als je op de bestemming bent en je komt dan in de problemen door een calamiteit, dan kom je in principe onder onze garantie te vallen. En dan vergoeden wij de kosten die gemoeid zijn met de hulp en bijstand. En dat kan, indien er sprake is van de calamiteit. Ja, dat kan zijn dat de reis tijdelijk moet worden gewijzigd. Hè, dat de bestemming, dat je niet in het hotel kan blijven, maar wel omgeboekt kan worden naar een vergelijkbaar hotel in de buurt van waar de calamiteit zich heeft voorgedaan. Het kan betekenen dat we de reis tijdelijk moeten staken. Wie bepaalt dat? Want ik heb altijd geleerd wie betaalt, bepaalt. Hebben jullie daar een sterk regisserende rol in dan? Ja, dat doen we in overleg met de betreffende reisorganisaties. Hè. Die informeren ons van wat er wel en niet mogelijk is ter plekke. Ja. En op het moment dat de reis niet meer kan worden voortgezet, dan zeggen wij, oké, haal de mensen maar op. En dan coördineren wij ook vaak de terugvlucht, omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn. En die kosten worden dan door calamiteitenfonds gedragen. Okay. Dus nogmaals, belangrijk voor nog niet aangevangen reizen. Zodra de reis nog niet is aangevangen, geen calamiteitenfonds. Dan geen aanspraak op het calamiteitenfonds. Helder. Ja. Twee is repatriëring. De shit hits the fan, om maar eens te zeggen. En ik moet weg, ik moet terug. Ja, dat lijkt me calamiteitsfonds. Klopt, dan ik kan een mooi voorbeeld noemen. Een paar jaar geleden was er in Afrika ergens in Ghana een coup. Daar zaten 2000 mensen met een paar grote touroperators aan de kust. En wij hebben toen samen met een aantal van die touroperators een aantal vluchten gecharterd en de mensen teruggehaald. Totdat de situatie veilig was. Daar kon je op dat moment gewoon niet meer verblijven. Hmm. En de kosten daarvan zijn gewoon door het calamiteitenfonds gedragen. Wat zijn de onduidelijkheden in dit onderwerp? Of nou, de misverstanden? Dit is dan eigenlijk een hele makkelijke situatie. Omdat je gewoon weet van je kan de mensen daar niet meer vakantie laten houden. Maar bijvoorbeeld een orkaan Irma, zoals vorig jaar in Florida. Dan is het heel lastig, omdat je niet precies weet hoe die orkaan zich aan land gaat begeven. Mm-hmm. En dan ga je niet die hele bestemming leeghalen. Want dan kan het best zijn dat je van de meerderheid van de mensen de vakantie verpest, terwijl dat helemaal niet nodig is. Ja, maar ja, better safe than sorry, zeg ik maar, toch? Klopt, dat is ook zo. Maar heel vaak willen mensen het zelf ook niet. Ja. Die vinden het helemaal niet erg dat ze even een paar dagen in een shelter moeten of in het hotel moeten blijven. En als het echt nodig is, worden mensen wel geholpen en worden ze wel teruggehaald. Hoe moeilijk is het voor jullie, want jullie hebben geen mensen ter plekke? Nee. Want hoe bepaal je dan vaak in een kwestie van, ik kan me voorstellen, uren of zo, of een dag, weet ik veel. Ja. Dat zo'n situatie, wat daar nou aan de hand is, of het inderdaad een calamiteit is, hoe doe je dat? Nou, die informatie komt op verschillende manieren tot ons. We hebben allereerst contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken die ons informeert. We hebben daar aparte afspraken over. En dan hebben we daarnaast nog de toeroperators die ter plekke mensen hebben. Hè. Een grote toeroperator die heeft local agents in dienst of
mensen die hun helpen. En die informeren dan de touroperator. En die informatie wordt ook weer naar ons gebracht. En die wegen wij dan. Daarnaast heb je natuurlijk vaak op internet toegang tot bronnen. Dat je kan zien of een vliegveld is afgesloten, wat er wel en niet mogelijk is. En dan moet je op een gegeven ogenblik moet je dan gaan schakelen en zeggen van nou, dit doen we wel en dit doen we niet. En hoe zwaar is de mening van de reiziger zelf en zijn of haar beleving? Nou ja, wij hebben geen rechtstreeks contact met die reiziger, maar het gebeurt natuurlijk wel dat reizigers via een krant of via allerlei andere kanalen proberen om invloed uit te oefenen. Ja. En dat wegen we natuurlijk wel mee in onze besluitvorming. Maar om je een voorbeeld te geven, in Florida bij die orkaan is het niet zo dat heel Florida plat is. En angst is geen reden om mensen dan terug te halen. We kijken echt van waar hebben we een probleem. En als dat daar is, dan zorgen we ervoor dat die mensen veilig zijn. En als het als de situatie veilig is, gaan we mensen niet ophalen. Hebben jullie veel discussie met de branche in dit soort zeker, cases? Ja. En waar gaan die discussies dan? Men vindt dan toch dat onder druk van consumenten dat bepaalde kosten moeten worden gedekt. Hè? Dus een vlucht, een repatriëringsvlucht. We hadden discussie met een paar touroperators die wilden dat hun klanten opgehaald werden uit Florida. Terwijl de luchthavens waar die mensen moesten worden opgehaald inmiddels al gesloten waren. Dus wij wisten al dat dat helemaal niet meer kon. En dan is het ook vaak zo van, ja, maar luister, je kan beter de mensen veilig in een shelter laten. Kijken waar de orkaan aan land komt. Ja. En dan maatwerk bedrijven van, oké, die mensen worden geholpen, want die kunnen niet meer op vakantie. En in dit geval was het zo dat die orkaan aan land kwam bij Sint-Petersburg aan de linkerkant van Florida, niet aan de rechterkant. Mm. En de verwachtingen waren eigenlijk dat die orkaan bij Miami aan land zou gaan. Dus alle mensen in Miami waren veilig en die hadden we dan opgehaald. En alle mensen aan de kant van Sint-Petersburg die waren dan gebleven, want daar leek het veilig. En daar kwam uiteindelijk de orkaan aan land. Ja, ja. Dus je kan eigenlijk ook pas wat doen als we weten van waar komt die orkaan aan land. Mm. En ja, ik zit nog steeds te zoeken naar wie dan uiteindelijk de laatste stem heeft. Zeg. Nou ja, wie betaalt jullie bepaalt. Jullie zijn uiteindelijk gewoon, nee, dat gaan we maar niet doen. Uiteindelijk heeft de touroperator ook een verantwoordelijkheid. Die heeft op basis van die wet die ik net genoemd heb, de wet op de reisovereenkomst, die heeft als taak, als functie ook om hulp en bijstand te verlenen. En die zal dan ook moeten nadenken van wat hij in dat geval doet. Ga ik of nog lekker doordiscussiëren met calamiteitsfonds of ga ik nu eerst gewoon regelen voor mijn klant? Nou ja, en wij zeggen vaak, jij moet doen wat je denkt wat het beste is voor je klant. Ja. En dan kijken we achteraf wel wie dan de rekening daarvan betaalt. En dat vinden ze natuurlijk soms, die onzekerheid vinden ze niet prettig. Nee, snap ik. Maar ik denk dat we vaak hetzelfde willen en kunnen. Alleen hebben wij meer informatie, soms minder informatie. En dan moeten we op basis van die informatie besluiten nemen. Laatste thema of laatste onderwerp wat jij wilde behandelen is de teruggave van een niet genoten deel van de reissom van de consument. Ja. Wat is daar de onduidelijkheid? Nou ja, het maakt in ieder geval, het is heel bijzonder. Maar wat wij doen als de reis gestaakt moet worden, of tijdelijk of permanent, dan geven wij mensen via de reisorganisatie een deel van hun reissom terug. Dus dat betekent, als jij 10 dagen op een bestemming bent geweest en je reis duurt 20 dagen en je moet terug, dat je dan behalve de kosten van die repatriëring ook de kosten van de helft van je reissom terugkrijgt. Ja. En dat is natuurlijk een aardige geste, want dat geld wordt dan gelijk weer gebruikt om een nieuwe vakantie te boeken. Dat is onderdeel van jullie. Dus als ik eerder, of geldt dat ook voor tussendoor? Van ik zit in Florida en ik moest even 2 dagen even wieberen en in een kelder zitten. En daarna was de zon weer aan het schijnen en kom ik weer terug. Dan krijg ik 2 dagen, krijg ik mijn vakantiegeld terug. Ja, dan krijg je 2 dagen van je reissom terug. En dat betalen we dan uit aan de reisorganisatie en die wikkelt dat af met de betreffende klant. Dat is wel fideel. Ja, nou, het is een hartstikke mooie regeling. Dus dat is uniek in Europa. Ja, is dat zo? Ja. Zijn er veel andere landen die ook zo'n calamiteitsfonds hanteren? Nee. Maar want het is best een uniek collectief systeem. Klopt, het is een fantastisch systeem. Het is in het jaar 2000 ontstaan omdat touroperators toch het gevoel hadden dat ze aan het concurreren waren met ellende. De ene die hielp zijn klanten wel en de andere niet. Concurreren met ellende, mooi gezegd. Ja, en dat is natuurlijk met zo'n calamiteitenfonds ga je veel meer samenwerken en je gaat die klanten ook iets extra's geven bij een calamiteit. Ja. Normaal gesproken wordt een calamiteit ook niet door een klassieke reisverzekeraar gedekt, omdat die moleste en natuurrampen uitsluit. Ja, precies. En daar komen jullie in beeld. En dan zijn we eigenlijk een soort van vangnet, of hoe je dat ook wil noemen. We zorgen ervoor dat
als er extra kosten zijn gemoeid bij een calamiteit, dat wij die kosten dragen. Wat is de belangrijkste boodschap die je aan de branche nog kwijt zou willen als het gaat om calamiteitenfonds? Nou, wat ik wil proberen duidelijk te maken is dat het een USP is waarmee een reisorganisatie ook richting zijn klant kan scoren. Het is een uniek fonds. Als je dit goed met elkaar uitrolt en je maakt aan de klant duidelijk wat hij voor extra's krijgt, leidt dat ook weer tot extra conversie in de boekingen bij een aangesloten reisorganisatie. Ja. We zien ook gewoon in andere landen dat er belangstelling is voor ons product. We worden vaak gevraagd om eens uit te leggen wat we in Nederland doen. Aha. Dat is gewoon eigenlijk uniek. Ja. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is er ook bij betrokken in die zin dat ze onze adviseur zijn. En die vinden het ook fantastisch. Ik ben vorig jaar nog met Buitenlandse Zaken naar een congres geweest om uit te leggen wat wij in Nederland doen om reizigers te helpen. Dus ik denk dat het iets unieks is waar we met z'n allen trots op mogen zijn, maar wat we ook meer zouden moeten uitdragen. Ja. Hey, en misverstanden die ontstaan wel eens door communicatieproblemen. Zijn er nog dingen te verbeteren als het gaat om de communicatie tussen de branche en jullie? Klopt. Nou, we zijn ook wel aan het nadenken van hoe kunnen we dat verbeteren. Ja. Maar we zijn natuurlijk in Nederland gewend om overal aan overlegplatformen mee te doen. Wat het belang is van de een, hoeft niet altijd het belang van de ander te zijn. Maar we zitten wel te denken om samen met de brancheorganisatie ANVR te kijken naar een platform waardoor we beter kunnen vertellen waarom we bepaalde dingen doen en wanneer niet. Soms is dat ook lastig in de hectiek van het moment. Ja. Soms moet je snel besluiten nemen. Soms zijn toeroperators er ook niet blij mee, want die zien het gevaar niet of die hebben een andere beleving bij de calamiteit. Ja, het is heel dynamisch eigenlijk. Ja. Goed dat je hier eens wat duidelijkheid over hebt geschept in dit gesprek. Mag ik jou danken? Alsjeblieft. Namens het Calamiteitenfonds Reizen, dankjewel. Dag.